De klimaatcrisis in Suriname moet bestreden worden. Dit zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, na een bezoek aan president Chandrika Prasad Santokhi op diens kabinet. Timmermans vindt dat alles eraan gedaan moet worden om Suriname extra zichtbaar te maken op de UN Framework Convention on Climate Change, COP28, in Dubai later dit jaar. En ik wil eens kijken wat we samen kunnen doen, bijvoorbeeld om die verschrikkelijke vergiftigingen die door kwik gebeuren te bestrijden. Om ervoor te zorgen dat er alternatieven voor komen. Om ervoor te zorgen dat we duidelijk maken dat ja, er gaan zoveel mensen ziek worden door die kwikvergiftiging. Dat we dat samen bestrijden. Ik heb die afspraken ook kunnen maken met de Braziliaanse regering. Ook in Guyana is daar belangstelling voor. Dus in de hele regio is daar belangstelling voor. En daarbovenop moet ik ook zeggen dat de relaties tussen de Europese Unie en het Caribisch gebied zijn in de afgelopen jaren heel erg versterkt en verdiept. En we hebben ook een topconferentie in Brussel volgende maand, waar de president ook aan zal deelnemen. Waar we ook onderwerpen zullen bespreken, zoals hoe we de economische samenwerking kunnen verbreden en verdiepen. En ik vond het heel belangrijk om vandaag hier te zijn om dat ook voor te bereiden. Timmerman geeft verder aan dat hij niet hier is om Suriname de les voor te lezen. Hij is weliswaar heel kort in Suriname, maar denkt dat geïnvesteerd kan worden in een aantal sectoren die het land kunnen helpen bloeien. Nogmaals, ik kom hier niemand vertellen wat ze moeten doen. Dat weten ze hier donders goed zelf. Alleen ik kom kijken hoe wij dat kunnen ondersteunen. Nou, dat gaat er vooral om dat hier in Paramaribo kwetsbare huizen beter beschermd worden tegen hoog water. Ik denk dat dat met het landsbestuur en met de stad Paramaribo besproken moet worden. Welke projecten het meest kwetsbaar zijn en waar dat geld naartoe zal moeten gaan. Maar daar heb je hele goede mensen bij de IDB voor die daar ook mee bezig zijn. En die zijn graag bereid u ook daar antwoorden op te geven. Dus vandaag gaat het mij er vooral om dat we de verdere intensivering van onze samenwerking met de Surinaamse regering goed voorbereiden. En ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Ik denk ook dat Suriname het verdient om meer zichtbaar te zijn op het internationale toneel. Suriname heeft heel veel te bieden, maar Suriname staat ook voor, zoals u weet, hele grote uitdagingen. Volgens Timmermans wil de EC graag en waar nodig helpen bij de aanpak van uitdagingen. De diplomaat vindt dat het niet aan landen als Suriname ligt om uitstoot te beperken, omdat die er niet toe bijdragen. Deze landen moeten integendeel op steun kunnen rekenen van de geïndustrialiseerde naties.